De nationale dodenherdenking werd gehouden bij het monument op de Dam in Amsterdam. De wereldtop in Bonn is met enige vertraging geëindigd met de ondertekening van een slotcommuniqué. Greenpeace blokkeerde een sluis in de haven van Antwerpen om een giflozing in zee te voorkomen. Volgens het landbouwschap is het nog lang niet zeker dat het aardgas duurder wordt. Het nieuws van zaterdag 4 mei. Goedenavond. 4 mei, dodenherdenking. Nederland herdenkt vandaag zijn slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een wereldoorlog die ook ons land verminkte. 40 jaar geleden liep hij ten einde, maar vergeten is hij niet. De nationale dodenherdenking vond vanmiddag plaats bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Koningin Beatrix en prins Klaus legden de eerste krans ter nagedachtenis aan alle Nederlandse gevallenen. Namens de ministerraad legden de ministers Lubbers, Deetman en De Ruiter een krans. Daarbij was ook de gevolmachtigd minister van de Antillen, heer Hernandez. De 8 geallieerde landen die betrokken waren bij de bevrijding van Nederland waren op de Dam vertegenwoordigd door hun ambassadeurs. Een 1000-tal oud-strijders, onder wie veel Canadezen, woonden eveneens de plechtigheid bij. Tijdens de 1 minuut stilte kwamen 3 oude Britse oorlogsvliegtuigen over. Tot slot van de plechtigheid defileerden de aanwezigen langs het monument. Ook op veel andere plaatsen in ons land zijn slachtoffers van het nazi-regime herdacht. In Assen bijvoorbeeld. Daar is aan de Hoofdvaartseweg een monument, een onderbroken muur, onthuld ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Franse parachutisten in april 1945. 95 voormalige Franse para's maakten die plechtigheid mee. De 700 parachutisten van het 2e en 3e Regiment des Chasseurs van de Special Air Service werden in de nacht van 7 op 8 april boven Drenthe gedropt om achter de Duitse linies de weg van Meppel naar Groningen vrij te maken en zo de opmars van de Canadese bevrijdingslegers te vergemakkelijken. 33 Franse parachutisten kwamen bij die actie om het leven. Het monument in Assen is een blijvende herinnering aan die strijd in Drenthe, nu 45 jaar geleden. In Amsterdam heeft burgemeester Fontijn vanochtend een monument onthuld voor een koerierster van de binnenlandse strijdkrachten. Aniek van Hardeveld, 21 jaar. Op 4 mei 1945 fietste ze 's avonds langs het Hekelveld. Ze was op weg naar Amsterdam-Noord. Daar moest ze 3 leden van de binnenlandse strijdkrachten waarschuwen. Het was groot alarm. De mannen werden bij een wapenopslagplaats verwacht. De koerierster bereikte haar doel nooit. Op het Hekelveld kwam ze bij toeval een Duitse patrouille tegen. Die schoot haar vanuit een auto dood. Ik heb er eigenlijk maar één woord voor. Brute moord. En niet meer en niet minder dan dat. Ze fietste daar als meisje in een verpleegstersuniform, kwam daar een Duitse patrouille tegen. En ze hebben daar met, ik geloof uit 4 kalibers, met 22 patronen neergemaaid, neergeknald, neergeschoten. En ze hebben het lijk laten liggen en zijn gewoon doorgereden. Burgemeester Fontijn onthulde op het Hekelveld een gedenkplaat. Daarop staat: dit teken is een eerbewijs aan allen die streden tegen onrecht en onderdrukking.
Vandaag de dodenherdenking en morgen, 5 mei, de viering van de bevrijding 40 jaar geleden. Op veel plaatsen en op veel verschillende manieren zal dat feest morgen in ons land worden gevierd. De economische wereldtop in Bonn is afgelopen, maar hoe verbroederend rond de vergadertafel ook was, bepaalde standpunten bleven toch lijnrecht tegenover elkaar staan. Uiteindelijk kwam er dan toch een slotcommuniqué met een compromis over het grootste probleem, het tijdstip voor nieuwe besprekingen over vrije handel. Geen vaste datum begin volgend jaar, zoals vooral president Reagan wilde, maar een zo vroeg mogelijk. De Franse president Mitterrand bleef bij zijn weigering van een vaste datum. Uiteindelijk moest president Reagan een teleurstelling wegslikken. Om 2:30 gingen de deuren open, meer dan 2 uren te laat. De leiders van de 7 belangrijkste westerse industrielanden moesten op de laatste dag van de topconferentie nog moeizaam onderhandelen om de formuleringen te vinden voor het slotcommuniqué waar iedereen mee kon instemmen. De punten waar het om ging hebben de gehele conferentie door ook in de gesprekken onder vier ogen een belangrijke rol gespeeld. Premier Mitterrand van Frankrijk was de dwarsligger. Hij wilde niet instemmen met het voorstel van president Reagan om op korte termijn een conferentie te houden over vrijere handel. De Fransen vrezen dat dan de maatregelen waarmee de Europese gemeenschap zijn landbouw beschermt moeten worden opgeheven. Mitterrand, die ook wel inzag dat hij tegen de opvattingen van alle anderen in die conferentie niet kon tegenhouden, stelde een tegeneis waar de anderen weer minder heil in zagen. Een monetaire conferentie, zoals dat heet. Zeg maar een conferentie over de dure Amerikaanse dollar en de daarmee samenhangende hoge rente. De problemen daarover zijn opgelost door ze naar een later datum te verschuiven. In het slotcommuniqué van vanmiddag staan enkele fraaie compromissen geformuleerd waarin de partijen elk iets vinden waar ze in hun eigen hoofdstad mee voor de dag kunnen komen. Reagan en Mitterrand beloven elkaar te zullen doen wat de ander graag wil. Bondskanselier Kohl las voor waar het daarover gaat. De president der Vereinigten Staten van Amerika hält eine schnelle und beachtliche Senkung der öffentlichen Ausgaben und damit eine bedeutende Verringerung des Haushaltsdefizits für wesentlich. Der Präsident der Französischen Republik betont die Notwendigkeit der weiteren Inflationsverringerung, der Modernisierung der Produktionsmittel, der Verbesserung der Beschäftigung, der Eindämmung der Staatsausgaben und der Bekämpfung sozialer Ungleichheit. Waar zijn de regeringsleiders het in feite over eens? De ondernemers in hun landen moeten zo vrij mogelijk worden gelaten. Dus de grenzen moeten nog meer open voor elkaars producten. Alleen in vrije concurrentie kan onze welvaart worden versterkt en de werkgelegenheid weer toenemen. Dat noemen ze het scheppend prestatievermogen van onze economie. De leiders van de westerse industrielanden hebben de oplossing voor de economische problemen duidelijk gezocht in versterking van het kapitalistisch systeem. En omdat haar man toch druk was met vergaderen over de wereldeconomie, maakte Nancy Reagan een uitstapje naar Rome. Hoogtepunt daar vormde het bezoek aan de paus. De paus ontging mevrouw Reagan 25 minuten in privé-audiëntie. Ze toonde zich na afloop diep ontroerd. Een van de mooiste ervaringen in mijn leven, zo zei ze. Natuurlijk ook cadeautjes. Voor de paus was er een boek, Scribes and Sauces van Ossoli. Na het bezoek aan Vaticaanstad vloog mevrouw Reagan terug naar Bonn. En in Bonn zal ze samen met haar man beginnen aan een officieel staatsbezoek. De economische top is dan dus afgelopen. Morgen staat het omstreden bezoek van Reagan aan de begraafplaats Bietburg op het programma. Dat bezoek zorgde voor een golf van kritiek, omdat op het kerkhof ook 49 voormalige SS'ers liggen. Een nieuwe actie van Greenpeace tegen het storten van gif uit België in de Noordzee. Nu een blokkade van een van de sluizen in Antwerpen. Daarmee wil de milieugroep verhinderen dat een met gif geladen schip uitvaart. De rivierpolitie probeert de snelle bootjes te stoppen. Dat lukte maar ten dele. Dan stoomt de Sirius, het schip van Greenpeace, de sluis binnen. De politie probeert de doortocht te beletten, maar de Sirius drukt door.
politie entert dan de Sirius, maar de bemanning weigert te vertrekken. De noodstop uittrekken! Van de deur! Pas na overleg met de burgemeester besluit Greenpeace de actie op te schorten. Een actie gericht tegen dit schip, de Watsi-tanker, met aan boord 1000 ton giftig afval afkomstig van de titaandioxidefabriek Bayer. Een demonstratie van aanhangers van Solidariteit in Warschau is door de politie uiteengejaagd. Ook een paar dagen geleden, op 1 mei, eindigden demonstraties voor Solidariteit in botsingen met de politie. Ruim 6000 mensen gingen in Warschau de straat op na een mis ter viering van de Democratische Grondwet van Polen, die in 1791 werd aangenomen. Deze dag is in Polen altijd een nationale feestdag geweest, tot het land aan het eind van de Tweede Wereldoorlog een communistisch bewind kreeg. De dag van de grondwet is door de Polen ook vorige jaren aangegrepen om te demonstreren tegen de regering en voor Solidariteit. De oproerpolitie, gewapend met knuppels en schilden, sloot de demonstranten in, zodat die hun mars moesten opgeven. Een aantal van hen werd door de politie hardhandig gearresteerd. En in de Verenigde Staten zijn 4 Poolse diplomaten uitgewezen. Enkele uren nadat Polen 2 Amerikaanse diplomaten te verstaan had gegeven het land te verlaten. Volgens de Poolse autoriteiten hadden de 2 diplomaten op 1 mei meegedaan aan een demonstratie voor Solidariteit. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt deze beschuldiging belachelijk. De diplomaten waren alleen als waarnemer bij de demonstratie aanwezig, aldus een woordvoerder van het ministerie. Aan boord van de Shuttle Challenger heeft een lekkende vuilafvoer van de dierenkooien voor veel vertraging gezorgd. De astronauten raakten in tijdnood omdat ze eerst met maskers voor de rommel in Space Lab moesten opruimen. Al die tijd waren experimenten nauwelijks mogelijk. Nu maken ze overuren. Vandaag werd het probleem opgelost met 1 van de 4 doodshoofdaapjes aan boord. Het dier wilde 2 dagen niet eten en vertoonde alle tekenen van ruimteziekte. De ratten schijnen daar geen last van te hebben. Alle dieren aan boord zijn er voor het onderzoek naar ruimteziekte. Het hongerstakende aapje heeft intussen zoveel gegeten dat het nu weer op dieet is. Heel belangrijk is de kweek van kristallen die zuiver zijn van samenstelling en van vorm. Kristallen worden op aarde in veel instrumenten gebruikt. Met een zeer zuiver kristal heeft men nu een goed eikmiddel in handen. 2 geleerden zijn daar speciaal mee bezig. Taylor Wang hier aan het werk en Lodewijk van den Berg. Zestien vooraanstaande tegenstanders van de apartheid in Zuid-Afrika zijn op borgtocht vrijgelaten. Tegen de 16 begint op 20 mei een langdurig proces waarin ze terecht moeten staan wegens hoogverraad. Ze hebben maandenlang in voorarrest gezeten omdat de regering een verbod op het vrijlaten op borgtocht had afgekondigd. Het hoogste gerechtshof heeft nu beslist dat dat verbod niet terecht is en dat de 16 naar huis kunnen. Onder hen is Albertina Sisulu, een van de leiders van het UDF, het Verenigd Democratisch Front, dat 2 miljoen leden telt. De borgtocht van bijna 3 ton voor haar en de anderen is opgebracht door aanhangers van het UDF. Het is volgens het landbouwschap nog volstrekt onzeker of in Nederland de aardgasprijs voor tuinders omhoog zal gaan. Ook al heeft het Europese Hof van Justitie gisteren bepaald dat de Nederlandse overheid de aardgasprijs voor tuinders wel moet verhogen. Via de gasketel verstookt de gemiddelde tuinderij 300.000 kubieke meter aardgas per jaar. Per kubieke meter kost dat 42,5 cent. Veel te laag, vonden andere landen in de EEG. Het Europees Hof van Justitie gaf die landen gelijk en bepaalde dat Nederland maar moet zorgen dat de gasprijs wordt verhoogd. Maar kan dat eigenlijk wel? Nou, het kan juridisch naar mijn smaak niet. Wij hebben als landbouwschap namens de hele glastuinbouw een spijkerhard contract gesloten het vorig jaar. En de Europese gerechtshof heeft er kennelijk geen rekening mee gehouden dat dit contract er ligt. Ze heeft de Nederlandse regering aangesproken en niet het landbouwschap. Hier ligt denk ik een hele ingewikkelde juridische knoop, waarvan ik toch niet weet hoe we eruit moeten komen. Het landbouwschap gaat alle registers opentrekken om zo'n gasprijsverhoging te voorkomen.
Als de gasprijs bijvoorbeeld met 1 cent zou moeten worden verhoogd, betekent dat een gemiddelde lastenstijging van 3000 gulden. Het landbouwschap verwacht dat als zo'n verhoging toch door zou gaan, veel tuiners om gaan schakelen op steenkool. We hebben dat ook heel duidelijk gesteld en gezegd, ergens, en dat zijn berekeningen van het Landbouw Economisch Instituut, ergens rond de 2,43 cent ligt dat omslagpunt van het stoken op aardgas en het stoken op kolen. Wel, ga je boven die prijs van 2,43 cent zitten, dan zullen inderdaad vele tuinders, en velen hebben de plannen al klaar liggen, op kolen gaan overschakelen. En dat vinden we geen goede zaak. Het is in feite ook een heel rare zaak, een onzinnige zaak, omdat een aantal jaren geleden de Nederlandse regering ons ertoe gestimuleerd heeft, sterk gestimuleerd heeft, om van olie op aardgas over te schakelen, omdat het zo schoon is. En nu zouden we dan, omdat het aardgas veel duurder wordt dan in feite verantwoord is, dan weer naar een andere energiebron moeten overschakelen. Helemaal niet logisch. Bovendien zijn er veel investeringen voor nodig en het komt het milieu niet ten goede. De voorbereidingen voor het bezoek van paus Johannes Paulus II aan ons land zijn in volle gang. Vandaag over een week komt de paus op het vliegveld Welschap bij Eindhoven aan. De dag na zijn aankomst gaat de paus naar Utrecht. In het jaarbeurscomplex zal hij een eucharistieviering leiden. 20.000 gelovigen worden verwacht. Maar ook tegenstanders van het pausbezoek zullen zich laten zien. Bij de politie is voor volgende week zondag al een officiële anti-pausdemonstratie aangemeld. Grote drukte in het kantoor van de organisatie. Hier wordt onder andere het toelaten geregeld van de journalisten. Zo'n 900 verslaggevers uit 12 landen zullen er zijn. En daarnaast nog eens 400 radio- en televisietechnici. Het grootste evenement in het kader van het komende pausbezoek vindt plaats op het vliegveld Beek bij Maastricht. Een openluchtmis voor naar schatting 100.000 gelovigen. En daarvoor is nu een groot overdekt podium in aanbouw. Ook uit België en West-Duitsland worden mensen verwacht. En voor wie helemaal achteraan staat, biedt de speciaal voor deze gelegenheid ontworpen pausperiscoop misschien uitkomst. De weerswachting van het KNMI tot besluit. Het was een bewolkte dag. Er viel wat regen, maar veel was het over het algemeen niet. Alleen in het zuidwesten van het land heeft het nog even behoorlijk geregend. De foto, die vanmiddag rond 3:30 is genomen, laat aan de kust, bij de kop van Noord-Holland, een opklaringsgebied zien dat later in de middag verder het land binnenkwam. Maar bij de kust van Engeland is nog een bewolkingsgebied. Dat moet ook nog over ons land trekken. Vandaar dat er vanavond en vannacht nog wat regen kan vallen. Als de bewolkingszone voorbij is, kan morgen overdag de zon af en toe doorkomen. Morgen overdag blijft het waarschijnlijk droog. De wind draait naar het zuiden en neemt in de loop van de dag wat toe en wordt matig. De middagtemperatuur kan morgen iets hoger zijn dan vandaag op verschillende plaatsen, een graad of 13. De vooruitzichten op wat langere termijn laten enig optimisme toe. De regenkansen zijn niet groot en de zon kan af en toe schijnen. De temperatuur wordt eindelijk wat hoger. Einde van dit journaal. Goedenavond.